We staan hier naast de kaagbaan. De kaagbaan die gaat binnenkort voor een periode van 9 weken worden afgesloten om de baan in groot onderhoud te nemen. Het onderhoud aan de kaagbaan is ontzettend belangrijk voor Schiphol. De kaagbaan is een van de preferente banen van Schiphol. En dat betekent dat we die het meest intensief gebruiken. We gaan heel veel werkzaamheden tegelijkertijd doen. We gaan 24 uur per dag, 7 dagen in de week doorwerken. We gaan onder andere bijna de hele baan voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Daarnaast gaan we ook nog de velden rondom de kaagbaan volledig opnieuw profileren en voorzien van drainage. We gaan de grootte rondom de baan vervangen, 6 kilometer in totaal. We gaan de verlichtingsinstallatie rondom de baan volledig vervangen, inclusief alle bekabeling. Dus 130 kilometer bekabeling in zijn totaliteit. Na 9 weken onderhoud zijn we nog niet volledig klaar. De baan wordt wel in gebruik genomen, maar we moeten dan in de nacht nog terugkomen om met regelmaat te vegen. Om de laatste loskomende steentjes weg te halen. Het tijdelijk sluiten van de kaagbaan heeft tot gevolg dat we het vliegverkeer moeten gaan verspreiden over andere banen. Dat doen we om de overlast zoveel mogelijk te beperken en te verspreiden. En de banen die we daarvoor gaan gebruiken zijn de Aalsmeerbaan, de Buitenvelderbaan en de Zwanenburgbaan.